Het is nou de Essingskapel en hier ligt het beeld van Christus met de spijkers. En als jongske van een jaar of 9 of zo, toen ik in de 3e klas zat, toen gingen we hier al ooit spelen. Dan liepen we de kapel in en dan gooiden we spijkers bij als we die gaan. En nog later, toen ontdekten ze dat ik wel redelijk kon lezen en dan moest de missie nog worden. Dus toen moest ik in de kerk de missie dienen. En wat later, als je wat ouder wordt, dan mocht je af en toe ook naar de Essense kapel in de vaste. Dan moest je er een paar missen dienen. En dat waren een hele strijd, want dat wou iedereen weer. Want als je er geweest wordt in die mis, dan mocht je naar de keuster van de Nelsen. De boerderij en daar kreeg je dan een ontbijt. Hè? En de pastoor die zat aan dezelfde toffel. Dat was wel iets heel aparts, vonden we dan. En dan kregen we boerenmik en eieren en zo. Dat waren allemaal geweldig. Hè? Later ben ik bij de Heemkunde gegaan. En toen hoorde het ook een zaak om te zorgen dat die vaste missen bezorgd bevenbrieven, dat er mensen erheen gingen. Hè. En soms had de kapel vol, maar dat hoorde langzamerhand minder en minder. Totdat we op een dag dachten, het wordt toch eens tijd om de mensen op te roepen om die traditie te handhaven. Als het zo doorgegaan had, dan waren de pastoorkantel heen geweest. Dat vind ik toch ook wel zeunt. En het is een heel oude traditie, die is al begonnen in, als ik het goed heb, 1733, 1734. Toen moeten er hier op Essing mensen zijn geweest die regen om onze lieve Heer dankbaar te zijn. En ook bezorgd te zijn voor de eigen zielenheil. Dus die hadden geld en daar gaven ze aan de kerk en dan moest de kerk er missen voor doen. Dat noemen ze een fundatie. En die heeft heel lang bestaan. En ik geloof dat er in het begin, dat ze 4 keer in de vaste dienen. Dat is langzamerhand minder geworden natuurlijk, want geld ontwaart. En dan zijn er nog 2 over. En als er nou ook nog zo keer dat er nog minder mensen komen, dan op de duur, wat moeten we dan doen? Moet die traditie dan doorgaan? Of moet er alleen nog die mis over die openluchtmis die de stichting Essenskapelke bedacht heeft? En die nog steeds heel populair is, en dan staan er hier honderden mensen rondom. Maar die mis in de vaste, die was een paar keren voor het zo weinig dat er maar een man of 3, 4 waren. Ik vind het toch zeun dat zo'n oude traditie verloren ging. En ik snap ook wel dat alle mensen niet meer zo je kerk zijn als vroeger. En vroeger waren misschien allemaal ook een beetje te fanatiek. Maar ik denk dat we allemaal toch ook aan de kerk wat te danken hebben. Al is het maar bijvoorbeeld het onderwijs. Hè? Waarom zijn we gaan schrijven? Waarom zijn er archieven gekomen in Gimmert? Hè? Omdat de pastoor die schreef op welke mensen gedoopt worden en zo. En er is een beetje de beschaving mee begonnen, vind ik. Ook van die kant kan het bekeken. Het hoeft niet alleen kerks bekeken te worden, maar je kan het ook bekeken van de gewone burgerlijke kant, hè, wat de mensen zelf allemaal doen. Ja. En daarom vraag ik aan alle mensen, kom alstublieft in de vaste 2 keer hier naar het kapelletje. Er kan niet meer 100 man komen, dan kan er misschien een stuk of 20 zijn. En op het koor kan er trouwens nog wel een paar mensen, maar die moeten dan staan. Maar och, is dat zo erg? Als je nog jong zat bent, dan moet het erg kan. Hè? Ik vond het toch wel mooi om dat te doen. Ik hoop dat de mensen weer de traditie opvatten en dat het nog lang blijven staan. De Zoon en de Heilige Geest. Amen. En laat ons heen gaan in vrede. En bedankt voor jullie ervaring.